Always look on the bright side. Ja, als je er doorheen glijdt, gaat het een stuk sneller. Het echoot ook zo leuk. En die lijnen hier aan de bodem, daar gaat het water uit. It's number one. No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No troll ride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the white specialist. Vrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier bij Extreme Rides. We staan vandaag in de Campervenne, want hier gaan ze namelijk gloednieuwe glijbanen openen. En die ga ik samen met jullie testen. Je zag er al staan en ze is er ook weer bij. De vrouw met de mooiste ogen van Nederland, nou. Esther! Een sneak previewtje voordat we gaan beginnen. Daar zie je de racer. En hier zie je de looping glijbaan. Zoals bij iedere officiële opening krijgen we eerst even een woordje van de directeur. Ja, ook krijg ik gewoon een kruisvol. Mark, meerdere parken in Nederland. Vernieuwing heb ik begrepen. Dus liggen jullie op schema wat vernieuwingen betreft? Of... Ja, absoluut. We zijn nu ongeveer 3 jaar bezig. Ruim 3 jaar met alle parken vernieuwen in Nederland. Dus dan heb je het over meer dan 5000 bungalows. Over dit soort faciliteiten en attracties. En eind van het jaar zullen we ongeveer klaar zijn met alles wat we in petto hebben. Dus dat gaat heel vlot. Maar tot dus. Komen er meerdere aqualoops in Nederland of blijft het alleen hier in Bergrijk? Die is alleen hier in Bergrijk. Wat we eigenlijk doen is we kijken een beetje per park van wat is de goede aanvulling. Hè? Dit is een park waar heel veel tieners komen. Waar we, is het niet alleen de aqua, ik denk ook de aqua race. Dus ja, wat heb je al en wat ga je daar toevoegen? Nou, voor tieners is dit natuurlijk super spectaculair en voor ons, hè, we gaan het allemaal proberen. Maar we hebben ook parken waar mensen met veel jongere kinderen komen. En daar hebben we bijvoorbeeld een complete binnenspeelwereld met bunkers, waterkanonnen. Dus we kijken echt van wat voegen we toe aan welk park. Dat komt er dus allemaal op af op zo'n moment. Ja, het zit er tussen dagbladen. Omroep Brabant staat er tussen. Andere YouTubers natuurlijk. Groot bekend. Pak je moment, jong. En nou, er wordt een lintje doorgeknipt. De Aqua Racer is 95,8 meter lang, hoogte bijna 9 meter, bouwjaar 2022, gebouwd door Aqua Arena. Opvallend op deze glijbaan is dat er geen stoplichten zijn en een hele brede startbak. Het lijkt op dat je hier dus met 2 personen tegelijk mag starten. En dan kijk je dat het eerst in de buis terecht komt, dat dat een soort wedstrijdje is. Vandaar dus Aqua Racer, niet te verwarren met Duo Racer, waarbij 2 glijbanen naast elkaar zijn. Bijzonder weer aan deze glijbaan is dat de buisdikte iedere keer anders is. Waarom dat is, ik heb geen idee, maar ik laat het jullie nu zien. We starten dus met een goede tube, daar gaan we de baan in. Het is een 1200 tube. Er wordt zeg maar een X-tube voorkant, een bredere baan. We krijgen grote stukken, 1400 is deze baan diameter. En dan wordt hij weer kleiner, 1200. Leuke baan, maar ik ben benieuwd als je hier met meer gewicht naar beneden gaat. Dus ik ga even iemand zoeken die wat gewicht extra bij zich heeft. Ik heb extra gewicht gevonden. Gaan we een tandje sneller. Steeds een beetje meer, steeds een beetje sneller. Je kan nog meer gewicht ophalen. Let op, naast mij staat Roger van... Ahmedvlogs. Inderdaad. Van alle Aquamundo's hier van Centerpark, die zoekt ze allemaal. Alle portages die zoekt hij. Check een keer zijn kanaal, zeg maar samen heel graag naar beneden. Ja! Maxilo! Hey! Even snel maken. Maar je voelt mij al eerder en die schrijven is niet al te heftig. Eigenlijk maak ik gewoon 2 bochten, maar ik vind het wel leuk speels hoor. Al die glijbaanstukken, groot, klein, links, rechts. Het heeft verder helemaal geen functie. Maar het is gewoon speels als je er doorheen glijdt. Bijzonder, want ik had het nog nooit eerder gezien, dus ik vind het wel grappig. Ze hebben dus voor deze nieuwe waterglijbaan een compleet nieuwe toren gebouwd.
De toren is gewoon een standaard toren. Echt een fabriekshal, verder niet aangekleed of iets. Maar het is wel een fijne toren met brede trappen. Je kan hier makkelijk naast elkaar staan. Zeker als daar druk hoort bij die aqualoop, kun je rijen maken op deze trap. Omdat het lekker breed is. En dan mensen, is er weer tijd voor de aqualoop. Hij is 78,11 meter lang. Hoogte is 11,66, dus 12 meter hoog. Bouwjaar 2022 door Aqua Arena. En deze is zwart, oftewel turbo. De jongen gaat als eerste en dan zien we hier op het scherm de baan zelf. De camera weer binnen. 3, 2, 1, go! Daar gaat hij. Oh, wacht even, wacht even. 10, 11, denk 12, 13, ook. Ja, we gaan hier een luik open maken. Kijk, we zijn even naar buiten gelopen om dat luik beter te bekijken. Er zit een sensor op dat hij dicht zit. Knop om hem open en dicht te maken, moet je met een sleutel doen, dus je kunt er niet zomaar aan zitten. Dus als je dan hier naar beneden glijdt, zoals die jongen net deed, dan glij je hier normaal weer naar boven. Ja, dat red je niet. Dan glij je hier weer naar beneden. En dan glij je een paar koppen neer. Op een gegeven moment kom je hier natuurlijk stil te liggen. Nou, moet mijn buik hier houden. Kijk, gaat het luik open, dan kunnen we in de glijbaan kijken. Ja, even kijken. Kijk, dat ziet er zo uit. Ja, als je er doorheen glijdt, gaat het een stuk sneller. Het echoet ook zo leuk. En die lijnen hier aan de bodem, daar gaat het water uit. Maar dan zou hier natuurlijk heel veel water liggen. Dus de afvoer is dat. Dus zo werkt dat. Dus als je vast zit, geen paniek, gewoon rustig laten uitglijden. Dan kun je hier gewoon uitstappen. Bovenin zit ook nog een evacuatieluik. Maar ja, die zou niet heel snel nodig hebben, want je glijdt of naar achter of naar voren. Glij je door. En dan glij je gewoon door de helix naar beneden. Maar in principe zou je er ook nog uit kunnen. Maar het is voornamelijk voor onderhoud. Controle, inspecties iedere dag. Klimmen ze naar boven, kijken ze alles na. Of het dan veilig is voor de gasten om weer te gaan glijden. Alles is weer opgelost. De baan is weer vrij. Dan mag ik er vanaf. Always look on the light side. Always look on the bright side. Camper van Center Parks, wat is dat eigenlijk? Ik ken het helemaal niet. Speciaal voor jullie gaan we even een rondje door Health Center Parks heen. Nu ook even de andere waterglijbanen en de Wildwaterbaan. Volgens mij sinds de laatste keer dat ik hier was, is deze koepel ook vervangen. Ik heb vernomen in 2017. Dat is ook een vrij nieuwe koepel, dat zie je wel. Verder zijn dit de hoogste golven van Center Parks, wordt hier gezegd. Ja, dat klopt. Ja, dit is het golfslagbad, maar de eerste glijbaan die we gaan doen is van een sprudelbad en dat is deze waterglijbaan. Er staat helemaal geen bord bij deze waterglijbaan, maar voor mij is het gebouwd door Whitewaters. Bouwjaar is allemaal nu op dit moment niet bekend. Hij is best heel warm. Ik zou zeggen, het is best een ruw baantje, want je voelt goed die naden waar je overheen glijdt. Nou, je komt eigenlijk in een groot rond bad kom je uit, wat deel buitenlucht en een deel binnen. Er is een uitzwemmogelijkheid hier, zodat je ook lekker buiten kunt zwemmen. En dit is dan het buitengedeelte. En achterin zie je weer de glijbanen. Mooi uitzicht. En hier vooraan zie je fans. Dan hebben we de kleine waterglijbaan gedaan, dan gaan we door naar de grote waterglijbaan. De grote glijbaan heeft eveneens als de kleine glijbaan ook geen bord met informatie erop. Maar als ik me niet vergis is deze ook van Whitewater. Wil je dat echt weten? Ik heb hier al een keer een review van gemaakt van dit Center Parks. Bekijk hem op mijn kanaal, van Center Parks Camper Wennen, dan vind je hem wel. Zo, dan gaan we naar de grote glijbaan. Dit is een sterrenhemel. En in feite de verkeerde kant op staan. Dat zit al jaren hier, van binnen is het gisteren al. Hier een lampje. Bij de geest zijn gevlogd of iets, alleen maar verlichting nog steeds erin. Ja, eigenlijk hetzelfde als altijd. Daarom maak ik ook niet zo heel snel nieuwe reviews van Center Parks bijvoorbeeld. Dat er verandert in de jaren eigenlijk niet zo heel erg veel. Ja, de nieuwe glijbanen nu, maar voor de rest eigenlijk allemaal gewoon hetzelfde als altijd. Camper Benne heeft het leukste kinderbad van Center Parks, vind ik. Het mooiste gedecoreerd. Het is Egyptische stijl, zeg maar. Maar het klinkt heel mooi gedaan hier. Voor kinderen echt een stulbare reis. Het bad heeft verschillende lagen water. Met een waterval en zelfs een waterglijbaan. Niet dat de waterglijbaan heel veel voorstelt. Het is ook donker van binnen. Het is een black hole waterglijbaan. Maar hij gaat gewoon zo en dan weer naar beneden. Hij gaat eigenlijk rondom. Ja, deze graftombe is het volgens mij. Met natuurlijk een farao erin. Ja, hier komt dan die glijbaan uit. Hier heb je nog wat
stenen. En dan een kinderglijbaantje. En dan tot slot de wildwaterbaan, waar ook niks van bekend is. Maar dan moet ik zeggen, deze wildwaterbanen is voor mij nooit wat bekend geweest. Er wordt gezegd dat ze beklomp gebouwd zijn, cementbouw. En dat is gewoon toen de tijd, ja, gewoon zo bedacht, aangelegd, gesmeerd. En dat is deze wildwaterbaan geworden. Center Point zit meerdere van dit soort wildwaterbanen. Van Echtum bijvoorbeeld, die plastic delen, zoals Portjolanden. Dat was Clara. Sorry, Clara is dat. Maar van Echtum heeft die delen ook. Ja, dan bouw je echt een wildwaterbaan van plastic delen. Maar dit is gewoon echt gewoon, ja, uitgesmeerd uit cement. Wat trouwens ook bijzonder is aan deze, is dat hij gelijk is aan Hutte Heugde. Alleen deze is een spiegelbeeld. Of die van Hutte Heugde is een spiegelbeeld. Ligt er net aan hoe je het ziet. Nou, we gaan het even doen gewoon. We gaan naar buiten voor de allereerste afdaling. De tweede is al iets langer. Maar die derde, die is wel grappig. Die vind ik wel leuk. Maar dan moet je wel goed rechts blijven, want anders blijf je steken in de baan. Maar als je dan links zit, zoals dat meisje hier, nou, zoals ik hoop te blijven steken. Deze grote bal die hier hangt is niet om mee te spelen, maar die is om de grot af te sluiten. Als het vanavond dicht gaat, dan leggen ze die bal erin. En dan ligt hij precies voor het glijbaandeel. En s'avonds houden ze de warmte binnen. In plaats van een, ja, een soort plastic kussen wat ik normaal ervoor leg. Ja, dat duiden ze in een grot. Een hartstikke leuke soort stelletjes. En dan zijn we weer buiten. Ja, buiten, want we zijn weer binnen terechtgekomen. Het laatste stuk van deze wildwaterbaan. Ja, dit is echt het mooiste stukje van de wildwaterbaan. Zeker als alle watervallen aanstaan. Dat is vandaag helaas niet het geval, maar als alle watervallen aanstaan is het echt gewoon een, ja, prachtig stukje, echt een plaatje. Dat is ook meteen het langste stuk van de wildwaterbaan. Bij verschillende routes kan glijden, wou ik zeggen. Ja, leuk baantje. Beetje jammer, einde van de video begint in één keer keihard te regenen. Dus we worden zeiknat, dus we houden kort extra voor je van de waterglijbanen. Ja, ik vond hem leuk. Ik heb de wandelbaan gedaan. Aquanoop heb je niet gedaan? Nee, want die ging heel hard, zei hij dan. Die ging 80 km per uur. Ja, ik kreeg haar niet ervan af. Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet. Ja, die wandelwaterglijbaan, ja, ik vond hem erg leuk speels, met name de baanstukken, 1400, 1200 stukken, ik-toe-stukken. Qua layout vond ik hem wat tegenwand, een beetje standaard. Er zaten niet echt scherpe bochten in, hoewel hoe zwaarder je bent dat die bochten wel wat scherper werden, maar ja, niet echt spektakel. Die aqualoop daarentegen was natuurlijk wel spektakel. Toen ik de worsteling had, ik zie zo'n 12 meter, niet zo heel erg hoog, maar met name die helix die er achteraan zit, trek je hem echt goed door hoor. Ja, dat is wel een leuke toevoeging tot de bad en voor Center Park zeker een van de extreemste waterglijbanen die ze hier hebben op Center Park. Dus ja, zeker een aanrader om die een keer te doen als je van wat wildere waterglijbanen houdt en als je naar Center Park wilt. Ja, verder wil ik Esther bedanken voor haar aanwezigheid. Ja, jij ook bedankt. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken voor deze review. We zien elkaar de volgende keer weer. Zijn we in de pretpark zwemmen op de Rode Baan? Dat weet ik nog maar. Tot dan weer. Ja, jakkes. Ga snel naar binnen. Oh ja. Doei.